Het jaar 2016 is haast ten einde. Over enkele uren zullen we 2017 verwelkomen. Om dit bewogen jaar te beëindigen is het Pagara Festival gehouden in de binnenstad van Paramaribo. En ook dit jaar hebben verschillende bedrijven aangestoken. Pagara's afgeschoten. Om, zoals zij het noemen, alle boze geesten weg te schieten. ATV was live vanuit de binnenstad en wij brengen u een samenvatting van de uitzending. Ja, 1, 2, daar is hij, die Pagara van Doyo. Oké, we zien hier dus de Pagara van dresscode omhoog gaan. Het lijkt me een hele lange boy. En die is een lange boy. Mensen, je veiligheid, er is geen security voor afspraak. En je ziet hem. Hij is in een takelwagen. En er is nog een heel stuk te gaan. Hij wordt heel ver elders aangestoken. En van daaruit zal het hoogtepunt plaatsvinden voor... En hier komen de mensen dus voor. Het is een totale gezelligheid. En dit Pagara Festival gaat dus door. Nog enkele minuten naar nu. Het is iets over 11:30. En dat betekent dat in de totale Domineestraat er nu hier en daar Pagara's zullen worden afgestoken. Dat precair alleen in Suriname was. Ook in Nederland. In Nederland ook, meisje. Crisis met Karin Dapé. Maar luister nou, je bent hier in Suriname. Hier gezellig in de binnenstad. Hoe waren je dagen tot nu toe? Na vandaag toe? Nou, soms stresste ik. Soms erger ik me. Maar ik denk, nee. Iedereen zegt, ik ben in Suriname, dus ik moet mijn tijd nemen. Als we een afspraak maken om 5:00, komen ze om 8:00. Dus ik ga dat zo erg. Ik moet me aanpassen. Maar ik vind het geweldig. Het is een mooi land. I love my country. Ik hou van het land, echt. En hey Jamila, hoe was het jaar voor jou? Wel, we gaan naar 2017, dus vraag eerder wat het gaat worden. Wie gaat het wat? En wat vind je zo leuk aan de Pagara Estafette in de binnenstad? Ik denk dit jaar de organisatie. Het wordt elk jaar qua organisatie beter, strakker, veiliger. Daar ben ik wel echt een... Nee, maar voor u zelf persoonlijk. Voor mij persoonlijk? Nou, ik mag het niet klagen. Goed jaar geweest. Aha. Ja. En uw voornemens voor 2017? Om het beter te doen. Geen oorlog. Geen oorlog en vrede op aarde. Voor mijn medemens. Om mijn medemens te helpen. Zolang ik kan. Maar dit is de dag van Suriname, hè? Dit is top, dit is heerlijk. Ben je er speciaal voor deze periode? Ja, dit is mijn eerste keer. Ja, eerste keer? Ik ben altijd in april, maart gekomen. En dit jaar dacht ik, oud opnieuw. En hoe vind je dit? Top. Ik wil elk jaar komen. En kijk, daar gaan we. Dat brengt de sfeer helemaal erin. Ja. Happy New Year voor u allen. Ja, man. Gezelligheid! Hey! Tot zover de samenvatting van het Pagara Festival dat vandaag is gehouden. Enkele bedrijven hebben ervoor gekozen om dit jaar niet mee te doen aan het festival. En sommigen hebben een kleinere Pagara afgeschoten.
Ondanks dat was het een hele gezellige sfeer in de stad. ATV wenst u een zalig uiteinde en een voorspoedig 2017. Wij bedanken u dat u het afgelopen jaar onze nieuwsuitzendingen hebt gevolgd en dat u ons kritisch heeft begeleid. Wij weten dat u trouw naar deze zender zal blijven kijken, omdat ATV nog steeds een goed idee is. Het jaar 2016 is haast ten einde. Over enkele uren zullen we 2017 verwelkomen. Om dit bewogen jaar te beëindigen is het Pagara Festival gehouden in de binnenstad van Paramaribo. En ook dit jaar hebben